Hallo daar geliefde, welkom weer bij deze vlog. We gaan verder met waar we gebleven waren in de boeiende studie over de manier waarop God de tijd heeft gestructureerd, waarop God de tijd heeft geweven in elkaar tot een fantastische structuur, vol met symmetrie, vol met geweldige mijlpalen. We waren geëindigd in het getal, in het jaar 3000 na Adam, vanaf Adam, toen de bouw van de tempel en het paleis gereed waren. Die zijn gebouwd in 20 jaar, 3000 gereed. Belangrijke mijlpaal, uiteraard. Maar wat is dan ook het geval, in hetzelfde jaar nadat Salomo klaar was met die bouw, en dat tempel en het paleis gereed waren, de tempel en het paleis gereed waren, bezocht God Salomo voor een tweede keer. De eerste keer was uiteraard toen hij koning werd. Hè? Toen God hem vroeg, wat wil je? En hij koos voor wijsheid. Weet je dat nog? Dat was de eerste keer. Maar dit is de tweede keer. Laten we lezen. Getal, dus het jaar 3000. Hè? 2 Kronieken 7 vers 11 tot 12. Toen Salomo het huis des heren en het huis des konings voltooid had. En alles wat Salomo in de zin gekomen was in het huis des heren en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had, verscheen de heren aan Salomo in de nacht en zeide tot hem, ik heb uw gebed gehoord en deze plaats voor mij tot een huis van offeranden verkoren. Dit was dus de tweede keer zoals ik zei, hè, dat God verscheen aan Salomo. We gaan verder. God spreekt Salomo eerst toe in enkelvoud. Het gaat nou over de persoon Salomo. 2 Kronieken 7 vers 17-18. Wat u aangaat, indien gij voor mij aangezicht wandelt. Let op, dus dit is voorwaardelijk. Dus wat God hierna gaat doen, is afhankelijk van Salomo zijn gedrag. Oké. Indien gij voor mij aangezicht wandelt zoals uw vader David gewandeld heeft en doet naar alles wat ik u geboden heb en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt, dan, nou komt het gevolg, dan zal ik uw koningstroon bevestigen. Sorry. Zoals ik mij jegens uw vader David verbonden heb met de woorden, nimmer zal u een man ontbreken die over Israël heerst. Als dan. Dat is voorwaarde. God gaat verder. Nu vers 19 tot 21. Maar indien gij u afkeert. Het is nou meervoud geworden. En dan met name het volk. Hè, het gevolg voor het volk. Indien gij u afkeert. En mijn inzettingen en verordeningen die ik u voorgehouden heb verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, dan zal ik hen uitrukken, wie is hen? Het volk Israël, uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. Dit huis zal ik, dit huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb, zal ik dan van mijn aangezicht wegwerpen. En ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. Dit huis dat hoog verheven was, ieder die eraan voorbij gaat, zal zich ontzetten en zeggen, waarom heeft de Heere zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dat zijn zware oordelen die er dan komen. Afhankelijk van Salomo. En wat blijkt? 17 jaar later, wanneer Salomo overlijdt, dus vanaf 3000 tot 17 heeft Salomo nog geregeerd, weet je nog? Hij heeft 40 jaar geregeerd en hij had 23 jaar hiervoor geregeerd, voor 3000, namelijk zijn drie volle jaren voordat hij met de bouw begon van de tempel, vervolgens de 20 jaar van de bouw van tempel en paleis, 23 jaar, plus 17 is samen 40. Ja? Wat blijkt in de afgelopen 17 jaar? Salomo heeft niet gehoorzaamd, helaas. 1 Koningen 11 vanaf vers 4.
Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Heere, zijn God, niet volkomen was toegewijd, gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin van de Sidoniërs, achterna en Milkom de gruwel van de Ammonieten. En Salomo deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, en hij volgde de Heere niet ten volle zoals zijn vader David. Vers 7. Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Chemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. Derhalve werd de Heere vertoornd, oftewel boos, op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was. Oké, tweemaal in het verleden, bij het begin van zijn koningschap en uiteraard in het jaar 3000. Vers 11, we gaan verder. Toen zei de Heere tot Salomo, omdat het zo met u gesteld is, dat gij mij verbond en mijn inzettingen die u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal ik dat niet doen, terwille van uw vader David. Uit de hand van uw zoon zal ik het afscheuren. Evenwel zal ik niet het gehele koninkrijk afscheuren. Een stam zal ik aan uw zoon geven terwille van mijn knecht David. En terwille van Jeruzalem dat ik verkoren heb, zegt God. De volgende. Salomo regeert dus 40 jaar en sterft. 2 Korinieken 9, 30, 31. 40 jaar regeerde Salomo te Jeruzalem over geheel Israël. Daarna ging Salomo bij zijn vader te rusten en men begroef hem in de stad van zijn vader David. Zijn zoon Rehabeam werd koning in zijn plaats. Dus nog even samenvattend, hij regeerde van 2977 tot 3017 na Adam. Goed. Het heeft niet zoveel zin om naar die... ik ga nog even naar de volgende. Dus wat gebeurde na Salomo? Er kwam een scheuring, letterlijk scheuring. En het Israël werd gescheurd in twee koninkrijken, namelijk Noord. Dat is Efraïm, Israël, het huis van Israël werd dat genoemd. En Zuid is Juda of Judea, met als hoofdstad Jeruzalem. En het noorden had als hoofdstad Samaria. Beide koninkrijken krijgen in de periode daarna 20 opeenvolgende koningen. Dus aparte lijnen zijn dat, hè? En wij gaan de lijn van het zuiden volgen, van Juda. Noord, geen enkele godvrezende koning. En die werden in ballingschap gebracht naar Assur door de Assyriërs. En Zuid waren er slechts weinig godvrezende koningen, waaronder bijvoorbeeld Hiskia. En die werden later, zo'n 150 jaar later denk ik, ietsje meer denk ik, naar Babylon in ballingschap gebracht. Yes, je kunt lezen, maak daar een foto van als je dat wilt nalezen van deze passages. 1 Koningen 11 vers 40 tot en met 2 Koningen 25 vers 30. En 2 Kronieken 7 vers 11 tot en met 2 Kronieken 36 vers 11. Dan kun je helemaal rustig lezen, dan zie je precies wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Want hierna ga ik even een samenvatting tonen. Ik weet niet of je dit goed kan zien. Ja, hele kleine letters. Dit zijn namelijk de 20 koningen die na Salomo kwamen in het zuiden, hè, Juda. 20. Het begon met de zoon, hè, Rehabeam. En ik heb drie kolommen gemaakt, eigenlijk vier. En nog een vijfde is goed. De volle jaren en de jaren inclusief de troonswissel.
En daar ga ik vanuit, die jaren inclusief de toonswissel. Dan tel je totaal een aantal op met kleine onnauwkeurigheden hoor. Maar als je de grote lijn bekijkt, kom je op 430 jaar. En het leuke is, en dat kun je ook lezen, als je kijkt naar de 13e koning, namelijk Hiskia, heeft 30 jaar in totaal geregeerd. Dat kun je lezen. Je ziet alle passages hierachter. Hè? Voor mijn part druk je weer op pauze. Je maakt een foto van deze passage, van deze slide. En je kunt het dan vergroten en alle passages nalopen. Want alle passages staan hier achter elke koning genoteerd. Wat heb ik ook gedaan? Ik ben begonnen met het jaar 3000 hier. En ik heb cumulatief, dat wil zeggen de totalen vanaf Adam, heb ik steeds vermeld aan het eind van elke koning. En dan kom ik begin met die 3000 toen de bouw van de tempel en het paleis af waren. En ik kom dan tot naar 3430, 430 jaar later. Even kijken, en dus dat is 3430 na Adam, hè? En ik tel dus die 430 die je hier ziet staan, is inclusief een deel Salomo uiteraard, namelijk het deel na het jaar 3000. Ik heb hier 18 gezet, inclusief de troonswisseling. Het zou ook 17 kunnen zijn, maar er zijn er nog andere onnauwkeurigheden en afrondingen die ook meegenomen moeten worden. Dus in totaal komen we zeker op 430. Waarom? Dat gaan we zo meteen zien. Dat gaan we zo meteen zien. Want dat is wel opgetekend in de schrift. Dat getal 430. Daarom. Goed, ik heb dus bewust deze totalen vanaf Adam erbij genoemd. Gezet. Waarom? Ik wil de Hiskia even bekijken. Hij is begonnen. 30 jaar geregeerd. Hij is begonnen dus in het jaar 3314. Is hij begonnen. Sorry, Agas, zijn voorganger, is geëindigd in het jaar 3284, hier, 3284. Dus Hiskia is begonnen in 3285, en dat lees je hier. Eerste jaar Hiskia, 3285. Nu, ik weet uit studie, er staan ook hier twee teksten die je kunt naslaan, dat het 15e jaar van Hiskia was een sabbatjaar. En het 16e jaar van Hiskia was een jubeljaar. Dus ik heb het voor mezelf even nagetrokken of het allemaal hier klopt. Gewoon een steekproef bij Hiskia genomen. Eerste jaar Hiskia was inderdaad 3285 na Adam. En inderdaad, als je dan 14 jaar optelt, want dat is het 15e jaar, want 85 is het eerste jaar, dus die moet je meerekenen. Dus eerste tot en met 15e is 3299 in feite. En dat is het 15e jaar en dat is het sabbatjaar. En ja hoor, 3300 rond is een jubeljaar, dat is het 16e jaar van Hiskia. Dus dat is even voor mij een dubbelcheck geweest om te kijken of het allemaal een beetje zou kunnen kloppen. Maar het klopt als een zwerende vinger. We gaan verder. Eerst de tijd even checken. Ja hoor, we hebben tijd. We gaan lekker verder. Dus, deze kun je voor jezelf bestuderen. Dat zijn 20 koningen na Salomo. En ik heb nog hier Salomo even meegenomen voor de jaren na 3000. Goed. Nou komen we op het jaar 3430. Weet je nog? Ik heb het hier gezien. Hier, 430 na 3000. Hè? Ja, Salomo en de 20 na hem. En dat is dus hier 3430. Dus, nou zijn we beland in het jaar 3430 na Adam, na creatie Adam. En wat blijkt, Ezechiël, een andere bekende profeet, krijgt een opdracht van God. Laten we lezen. Ezechiël 4 vers 1 tot 4. En jij, Ben Adam, zo werd hij altijd genoemd, hè? Zoon van de mens. Ben Adam, neem voor jezelf een baksteen en jij legt die voor jouw aangezicht en die en jij tekent daarop een stad, Jeruzalem. En jij brengt op haar een belegering. En je bouwt tegen haar een belegeringswal. En jij construeert een aardenwal tegen haar. En je slaat legerkampen tegen haar op. En jij plaatst rondom
stormrammen tegen haar. En jij neemt voor jezelf een ijzeren koekenpan en jij plaatst haar als een ijzeren zijwand tussen jou en de stad. En jij vestigt jouw gezicht op haar, zodat zij in belegering komt. En jij belegert haar. Dit is een teken voor het huis van Israël. Hiermee wordt bedoeld heel Israël. Hè? Heel Israël, alle 12 stammen, niet de 10 noordelijke. Heel Israël. Want dat andere was al voorbij. En jij gaat nou op jouw linkerzijde liggen, zegt God tegen Ezechiël. En jij plaatst daarop de verdorvenheid van het huis van Israël. Naar het getal van de dagen dat jij daarop ligt, zal jij hun verdorvenheid dragen. We gaan verder. Nu komt het. En ik geef aan jou de jaren van hun verdorvenheid, naar het getal van de dagen. 390 dagen, wanneer jij de verdorvenheid van het huis van Israël zal dragen. Nadat jij deze dagen beëindigt, zal jij op jouw rechterzijde liggen voor een tweede periode, wanneer jij nu de verdorvenheid van het huis van Juda zal dragen. 40 dagen, een dag voor een jaar, een dag voor een jaar, ik geef het op jou, zegt God tegen Ezechiël. 390 plus 40 is 430 vanaf 3000, vanaf die bouw, vanaf God met Salomo gesproken had en heeft gezegd die belangwekkende woorden, als jij dit doet, dan zal ik dit doen. Maar als jij dat doet, dan zal ik dat doen. 430 jaar later krijgt Ezechiël deze opdracht. Dus, Salomo heeft gefaald en de 20 koningen daarna hem evenzo, tenminste als geheel. Hè? Een dag voor een jaar, dus 430 jaar. Klopt weer meesterlijk. Dus, 430 jaar later. En wat blijkt? God heeft gesproken, je hebt gelezen wat God tegen Ezechiël zei en dat is uiteraard gebeurd in het jaar 3430 na Adam. Jeruzalem en de tempel zijn vernietigd door onder de verantwoordelijkheid van Nebukadnezar. 2 Koningen 25, even kijken hoor, want ja, we hebben nog tijd. 2 Koningen 25 vers 9 tot 10. En verbrandde het huis des Heren en het koninklijk paleis. Alle huizen in Jeruzalem, althans alle huizen van de aanzienlijken, verbrandde hij met vuur. En het leger van de Chaldeeën, dat met de bevelhebber van de lijfwacht was, haalde gezamenlijk de muren rondom Jeruzalem neer. Daarmee stopte Jeruzalem een stad te zijn, überhaupt in die zin. Zie ook 2 Kronieken 36 vers 11 tot en met 21, zoals voorzegd was, vanaf Jeremia 1 vers 1 tot en met 3. Jeremia heeft namelijk 40 jaar lang geprofeteerd tegen Juda, zal ik maar zeggen. Dus de ballingschap in Babylon heeft 70 jaar geduurd, want dat heeft Jeremia ook geprofeteerd, vanwege de 70 Sabbatjaren, waarbij Israël heeft verzuimd om die te houden. Dus ze moesten worden gecompenseerd. Het land moest dus 70 jaar lang rusten. Alle 70 Sabbatjaren werden na elkaar genomen. En dit is nou zo'n voorbeeld van wat ik in het begin zei. Hier tel je dus de jubeljaren niet mee, want de jubeljaren zijn duidelijk een beeld van vergeving. Dus dat rekent God niet mee in de jaren van tuchtiging. In dit geval 70 jaren, namelijk de 70 Sabbatjaren. Die moesten worden gecompenseerd, vergoed. Nou, als je optelt, 3430 plus 70, alsjeblieft precies weer 3500 na Adam. Een nieuwe mijlpaal. En ik denk dat we het ook hierbij gaan laten, deze vlog. Dus je ziet het. Ik denk dat ik de volgende vlog dan ga beginnen met het overzicht.
denk dat het wel zo handig is om eventjes nog weer een soort samenvatting te hebben. En daarna gaan we verder vanaf 3500. Bedankt voor je aandacht nogmaals en tot de volgende keer.